Goedenavond en welkom bij dit starters-event. Ik ben Julie van Liantis. Ik werk momenteel twee jaar bij Liantis als ondernemingsconsulent. Ik geef uitleg aan, uh, meer advies eigenlijk, aan zelfstandigen over de opstart, wijziging en stopzetting van hun zaak. En ik zorg ook dat alles daarvoor in orde gebracht wordt. Wat ik jullie vandaag ga meedelen, ik ga een beetje de opstartformaliteiten meedelen. Welke punten zijn er belangrijk om rekening mee te houden? Enkele aandachtspunten. Verder licht ik ook nog kort eventjes toe wie Leeantis eigenlijk is, wat het zij juist doen, en ook nog een korte toelichting over de samenwerking met de beroepsfotografen. Dus zoals al gezegd, starten als zelfstandig fotograaf, hoofdberoep of bijberoep. Ik geef eerst een beetje meer algemene informatie en dan de rest zullen we wel volgen. Jullie zijn allemaal hier gekomen omdat er toch wel enige interesse is om te starten als zelfstandige, al dan niet hoofdberoep of bijberoep. Eerst even een korte context. In België zijn er drie manieren om te werken. Uh, om geld te verdienen eigenlijk. Ofwel als werknemer, als ambtenaar, of als zelfstandige. Nu, een ambtenaar of een werknemer, ja, die werken voor een, een werkgever. Uh, die hebben een, een, een arbeidscontract en die zijn eigenlijk gebonden aan hun werkgever. Zelfstandige werkt eerder voor eigen rekening, hoeft geen rekening te houden met hiërarchie, kan zijn eigen agenda bepalen, heeft heel veel vrijheid, maar moet tegelijkertijd ook wel zelf de risico's dragen, zowel economisch, financieel als sociaal. Nu, als je als werknemer of als ambtenaar werkt, wordt het sociaal statuut eigenlijk geregeld via de werkgever. Dus door afhouding van jouw loon en dergelijke, wordt alles via de werkgever geregeld. Als zelfstandige sta je daar zelf voor in en is het dus ook heel belangrijk om zelf uh, alles te regelen naar aanleiding van die sociale bescherming. Een belangrijk punt daarvan is aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Is verplicht voor elke zelfstandige voor de start van de zelfstandige activiteit. Nu ga je daar dan elke drie maanden sociale bijdrage voor moeten betalen en daardoor ga je eigenlijk jouw eigen sociale rechten opbouwen. Als je wilt starten als zelfstandige zijn er wel een aantal zaken die je verplicht in orde moet maken. Op de slide zien jullie een aantal zaken die in het vet staan. Dat zijn zaken die jullie zelf in orde moeten brengen. De zaken die niet in het vet staan, zijn eigenlijk zaken die door liantes in orde kunnen gebracht worden. Um, wat doet Toetlian... Oei, oké. Okay. Wat doet is? Er ging even iets mis met de PowerPoint, denk ik. Uh, wat toeteliant is? Uh, we gaan eigenlijk het ondernemingsnummer bekend maken. Wij zorgen er ook voor dat er uh, de inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen, dus eigenlijk de databank van de overheid, dat die volledig in orde wordt gebracht. BTW wordt op het ondernemingsnummer geactiveerd. We gaan jou aansluiten bij het Sociaal Verzekeringsfonds voor die sociale bescherming. En eventueel kunnen wij je ook bijstaan uh, in het nemen van verzekeringen, maar daar kom ik later nog eventjes op terug. Nu, de zaken die aan het vet staan, moeten door jullie zelf in orde gebracht worden. Eventueel aansluiting bij een beroepsfederatie, openen van een bankrekeningnummer, dus eigenlijk een aparte bankrekeningnummer van jouw privénummer, zodat die inkomsten mooi gescheiden blijven. En dan natuurlijk de boekhouding voeren waaruit dat dan de fiscale aangifte uh, ook zal volgen. Nu, wat is belangrijk om te weten als starter? Je zal eerst een voorlopige sociale bijdrage betalen. Waarom is die voorlopig? Wel, dat wordt berekend op een jaarinkomen. En het is heel moeilijk om te weten in het eerste jaar, als je start als zelfstandige, hoeveel ga ik nu juist verdienen. Dus vandaar dat we zeggen: we rekenen een voorlopige bijdrage aan. Na twee jaar krijgen wij via de belastingen door hoeveel dat je effectief verdiend hebt. En dan zullen wij de definitieve bijdrage kunnen aanrekenen. Er gebeurt dan een herberekening, waarna je eventueel nog een beetje moet bijbetalen of eventueel zal terugkomen terugkrijgen, hangt af van de situatie. Nu, stel, je hebt een onvolledig jaar, je begint bijvoorbeeld in juni te werken als zelfstandige, het midden van het jaar. Wel, dan gaan we kijken, oké, okay, van juni tot december is er zoveel verdiend, dus op jaarbasis zou dat dan in totaal zoveel zijn. Dat wordt eigenlijk geprioritiseerd naar een jaarinkomen, zodat we alsnog de juiste voorlopige bijdrage kunnen berekenen. Nu, welke categorie waar ga je ondervallen? Um, dat is iets waar je niet kan kiezen. Je kan niet kiezen je zelfstandig worden in hoofdberoep of in bijberoep. Hangt echt puur af van jouw professionele situatie. Nu, um, om in bijberoep te vallen, ja, ga je sowieso wel nog een loontrekkende activiteit moeten hebben, omdat je ergens anders je sociale rechten gaat moeten opbouwen. Maar dat is dus ook verklaart, dat er dan lagere sociale bijdragen moeten betaald worden, omdat net die sociale rechten al, ja, je betaalt eigenlijk al sociale zekerheid via jouw loon, maar je merkt dat niet omdat dat via de werkgever gaat. Daartegenover staat dan het hoofdberoep. Hoofdberoep wil zeggen, je hebt eigenlijk geen andere loontrekkende activiteit, dus je gaat zelf voor die sociale bescherming moeten zorgen, waardoor dat die sociale bijdragen ook veel hoger gaan liggen. Ik kom er dadelijk nog op terug, zodat dat duidelijk is uh, welke bijdragen er eigenlijk juist moeten betaald worden. Ik heb al een aantal keer gesproken over een jaarinkomen. Nu, hoe wordt dat jaarinkomen juist berekend? Wel, we gaan kijken naar een bruto jaarinkomen. Daarvan worden alle kosten afgetrokken die dat je maakt. Ook betaalde sociale bijdragen, eventueel um, premies voor, voor pensioensparen bijvoorbeeld en zelfs ook beroepsverliezen van de vorige jaren. Dat gaat dan totaal geven van een netto beroepsinkomen en op dat netto beroepsinkomen wordt er 20,5% sociale bijdrage berekend. Die 20,5% gaat eigenlijk integraal naar de overheid. Liantis krijgt daar een klein beheerspercentage op. Um, die bijdrage die je betaalt, ja, dat gaat dan naar het RSVZ. Dat is de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Zelfstandigen. En zij gaan er eigenlijk voor zorgen dat dat ver, allee, verdeeld wordt, zal ik zeggen, onder de verschillende instanties van die sociale bescherming, waaronder bijvoorbeeld de pensioendienst. Ik heb ook al herhaald, dat is nog een beetje herhaling, uh, dat die sociale bijdragen elk kwartaal moeten betaald worden, dus elke drie maanden. Ook wel een belangrijke. Um, die sociale bijdragen zijn ook aftrekbaar als, ay, die zijn fiscaal aftrekbaar, dus je kan die ook altijd als uh, beroepskost inbrengen. Nog een belangrijk puntje is, het is niet omdat je aangesloten bent als zelfstandige dat die sociale bescherming in orde is. Nee, het is echt die betaling van die bijdrage dat ervoor gaat zorgen dat die sociale bescherming in orde is en dat er bijvoorbeeld ook pensioen wordt opgebouwd. Om even te illustreren, we zien op de PowerPoint staan dat er vier kwartalen zijn in een jaar. Die zijn op voorhand vastgelegd, kan ook niet van worden afgeweken. Dus dat begint altijd januari tot maart enzovoort. Um, dat is zo vastgelegd, daar kunnen we niks anders aan veranderen. Nu, stel dat je wilt starten als zelfstandige op 3 juni, dat is net de laatste maand van het tweede kwartaal. Dan gaan wij aan de klanten aanraden, kijk, misschien is het toch een idee om in het begin van het kwartaal te starten, bijvoorbeeld op 1 juli, want anders ga je bijvoorbeeld voor die laatste maand, kwartaal 2... Uh, nog volledige bijdragen moeten betalen. Het is niet omdat je in de laatste maand van een kwartaal uh, start dat die sociale bijdragen gedeeld door drie worden gedaan. Maar dat is ook iets dat we situatie per situatie moeten bekijken, want het is ook belangrijk, je kan dan pas opdrachten aannemen vanaf 1 juli. Om nog eens even een overzichtje te geven, um, dus we gaan kijken naar het netto belastbaar jaarinkomen, daarop wordt dan 20,5% sociale bijdrage berekend. De eerste drie jaren zijn dat voorlopige bijdragen. na die drie jaar gebeurt er een herberekening en gaan we kijken om de definitieve bijdrage aan te rekenen en wordt daar eventueel een herziening in gedaan. Het is belangrijk voor starters nog eens een herhaling voorlopige bijdragen te betalen volgens de categorie waarvoor je bent aangesloten, zowel dus hoofdberoep of bijberoep. Dat ga ik dadelijk ook nog even verduidelijken. En die voorlopige bijdragen worden eigenlijk betaald tot en met het derde volledige kalenderjaar dat je bent aangesloten als zelfstandige. Nu, een belangrijk, belangrijk dingetje is toch wel dat die sociale bijdragen altijd op tijd betaald worden, want uh, per kwartaal dat je te laat bent met betalen, wordt er 3% verhoging aangerekend, en bij een jaarovergang zelfs 7%. Dat zijn procenten die wettelijk zijn vastgelegd, daar kunnen we zelf ook niks aan veranderen, um, en het is meestal ook niet zo evident om die kwijtgescholden te krijgen. enige uitzondering die dat daarop bestaat, is de eerste twee kwartalen van aansluiting. Als je aansluit voor de start van je zelfstandige activiteit, krijg je een betalingsuitstel voor de eerste twee kwartalen. Vertalen. Dan kom ik bij het hoofdberoep. Uh, ik ga nu heel kort zeggen hoofdberoep, hoeveel dat die voorlopige bijdragen zijn. Daarna ga ik ook over naar bijberoep. Overroep zal iets korter zijn, het bijberoep is iets uitgebreider. Dus we gaan kijken naar die voorlopige minimumbijdragen. Die zijn wettelijk vastgelegd bij een hoofdberoeper en die vallen op 745,51 euro. Nu, die bijdragen zijn eigenlijk berekend op een netto belastbaar jaarinkomen van ongeveer 14.000 euro. Stel nu ja, dat je zegt het eerste jaar, oké, okay, mijn zaken gaan hier wel goed en ik ga hier precies toch 20.000 euro verdienen in de plaats van die 14.000. Dan is het best om met ons contact op te nemen of met jouw boekhouder om toch al die voorlopige bijdrage te verhogen. Dus dan ga je die eigenlijk vrijwillig verhogen, maar dan, als je dan binnen twee jaar de herberekening krijgt, krijgt zal je ook minder moeten bijbetalen. Aan Het bijberoep. Um, eerst even kort een schets van bijberoep. Hè. Het is niet echt evident. Om, om, je kan niet zomaar aansluiten in een bijberoep. Het is echt volledig afhankelijk van je professionele situatie. Nu, um, er is minimum een halftijdse tewerkstelling nodig voor, uh, voor een bijberoep. Um, dus er gaan minimum 50% tewerkgesteld moeten zijn geldt ook een dubbele voorwaarde bij, namelijk dat je de eerste dag en de laatste dag van het kwartaal moet gewerkt hebben en in dat kwartaal in totaal 235 uren moet gepresteerd hebben. Nu, die voorwaarde van de eerste en de laatste dag van het kwartaal werken is sowieso gedekt bij een contract onbepaalde duur. Als we gaan kijken naar contracten bepaalde duur of interimcontracten, dat zijn dossiers die door ons specifiek worden bekeken, omdat het toch wel belangrijk is om die aansluiting in bijberoep te kunnen blijven behouden. Nu nog een afwijking op die regel is de leerkrachten. Die moeten minimum 60% werken met de simpele reden dat die hun uurroosters anders zijn. Uh, een voltijdse in het onderwijs is het niet hetzelfde als een voltijdse als werknemer. Daarnaast is het ook mogelijk dat die sociale bescherming, dus dat je jouw eigen sociaal statuut, uit een uitkering haalt. Je kan een werkloosheidsuitkering hebben of een ziekteuitkering en ondertussen toch nog van die sociale bescherming genieten. Daarvoor zijn er ook mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een springplankattest. Dat wil zeggen dat je een werkloosheidsuitkering kan combineren in, met een bijberoep gedurende één jaar lang. Wat ik hier ook nog wil benadrukken, is het nemen van onbetaald verlof. Stel dat je zegt, goh, ik ga een maand naar Amerika, ik neem hier een maand onbetaald verlof voor, dan moeten we gaan opletten dat we die 235 uren per kwartaal nog gewerkt hebben. Is dat niet het geval, dan word je alsnog in hoofdberoep aangesloten. Dat is toch wel een belangrijk puntje, lijkt mij. Nu, de bijdrageberekeningen in bijberoep, er zijn geen verplichte minimumbijdragen, dus dat is niet zoals in hoofdberoep, maar... Ik raad de klanten altijd wel aan om toch minimum die 82,47 euro te betalen. Dat is een voorlopige kwartaalbijdrage tot een jaarinkomen van ongeveer 1500 euro. Dat is maar elke drie maanden te betalen. Dus normaal gezien moet dat perfect haalbaar zijn. Als er na twee jaar een herberekening komt en het lijkt toch dat je onder die grens van 1500 euro zat, dan ga je die bijdrage ook als reserve opbouwen en kan je die eventueel terug laten uitkeren, dus eigenlijk laten uitbetalen. Dan Het laatste luikje, uh, sociale bescherming, is vooral van toepassing voor de mensen die een hoofdberoep zouden willen starten. Want ik denk dat jullie zich wel afvragen welke zaken dat er eigenlijk in de plaats komen voor het betalen van die sociale bijdrage. Nu, hier even een klein overzichtje. We hebben bescherming van het gezin, bescherming van gezondheidsproblemen, bescherming bij stopzetting wegens bijvoorbeeld financiële moeilijkheden en toch wel een belangrijke pijler, het pensioen. Nu als eerste die bescherming van het gezin. Er zijn toch wel een aantal zaken die daar belangrijk zijn uh, en waar dat je recht op hebt. Bijvoorbeeld, je krijgt een kindje, dan zal er een geboortepremie worden uitbetaald. Je hebt recht op moederschapsrust. Uh, dat zijn x aantal weken uh, waar dat je van voor, voor je kindje kan zorgen en ondertussen van een uitkering kan genieten. Als je een kind adopteert, wordt dat omgezet naar adoptieverlof. En voor de vaders is er ook een vaderschapsverlof voorzien. Uh, verder, wat dat ik wel heel interessant vind, is die 150. Checks voor de hulp in het huishouden die je krijgt. Um, dat is iets wat de werknemers niet krijgen, dus dat vind ik toch wel zeker een pluspunt bij de zelfstandigen. En dan als laatste puntje, um, de mantelzorg. Stel dat je moet zorgen voor een zieke ouder of een zieke broer of zus, dan kan je daar mantelzorg voor aanvragen en een aantal dagen in de week zorgen voor die persoon en ondertussen ook nog uh, een aanvullende uitkering krijgen. Dan bescherming bij gezondheidsproblemen, ook niet onbelangrijk. Um, er zal een gedeeltelijke terugbetaling zijn van kosten wanneer dat je ziek bent. Er is ook een ziekteuitkering ondertussen voorzien vanaf dat je minimum zeven op dagen ziek bent. En er is ook een heel interessant statuut, de gelijkstelling wegens ziekte, um, die dat je ook kan helpen om toch alsnog zelfstandiger te blijven terwijl dat je ziek bent. Nu, daar zijn ook nog andere oplossingen voor. Je kan bijvoorbeeld vrijblijvend een uh, verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Dat wil zeggen, wanneer dat je langdurig ziek bent of je valt, je, je valt terug op invaliditeit, dat er elke maand toch nog uh, een uitkering zal gegeven worden, dus dat je elke maand toch nog een beetje centjes hebt. Dan Bescherming bij stopzetting financiële moeilijkheden. Dat is het overbruggingsrecht. Um, iets anders dan het overbruggingsrecht van, van de corona nu. Um, dat is eigenlijk, wil eigenlijk zeggen, als er, iemand, ja, als er wegenwerken voor jouw deur zijn of er is een brand gebeurd, waardoor de studio bijvoorbeeld is afgebrand en je kan geen foto's meer nemen, ja, dan heb je een zwaar inkomensverlies en dan kan je dus beroep doen op dat overbruggingsrecht, uh, om alsnog een uitkering te hebben en om alsnog ja, een beetje te kunnen overleven. Dan de laatste, toch wel een heel belangrijke denk ik voor vele mensen, het pensioen. We hebben bij zelfstandigen ook twee pensioenen: het rustpensioen, overlevingspensioen. Rustpensioen is voor de zelfstandige zelf wanneer hij de pensioenleeftijd heeft bereikt. Overlevingspensioen is stel zelfstandige overlijdt, uh, dan is er toch nog uh, een pensioen voorzien voor de weduwe of weduwnaar. Nu, um, we hebben dat onlangs nog in de media gehoord, dat ze volop bezig zijn met de pensioenen gelijk te stellen met de werknemers. Dus dat is ook zeker een pluspunt. En we zijn alsmaar grotere en grotere stappen aan het zetten uh, om dat statuut van zelfstandigen toch gelijk te krijgen met de werknemers. Nu, naast dat pensioen dat je sowieso opbouwt door die sociale bijdrage, kan je natuurlijk ook een verzekering voor aanvullend pensioen afsluiten. Uh, dat is iets wat veel werknemers ook nog doen naast hun loon. Uh, dus dat is zeker mogelijk en kan ook via liantjes gebeuren. Nu om af te sluiten, ja, wat is Liantis eigenlijk? Wat doet Liantis? Wel, Liantis is eigenlijk een compagnon de hoed, zoals wij het altijd zeggen. Um, wij denken echt mee met de klant, we staan er ook voor de klant en we willen ook de, de, het bedrijf begeleiden. We hebben een heel breed dienstenpakket, met gevolg dat Liantis eigenlijk de zelfstandige ondernemers van de start tot het einde kan, kan begeleiden. Wij geven opstartadvies, wij brengen de opstart ook in orde. Um, stel dat je jouw situatie wil optimaliseren door bijvoorbeeld een verzekering gewaarborgd inkomen of door dat aanvullend pensioen, kan ook door Liantis in orde gebracht worden. Stel je wil een eerste werknemer aanwerven, Liantis kan jou bijstaan met het aanwerven van die, van die kandidaten. Uh, kunnen ook, wij kunnen doen ook assessments doen, loondossiers kunnen ook door ons Opgemaakt um, welzijn op het werk. Wij hebben een dienstpreventie en welzijn. Um, dus wij, wij zijn echt een, een, een dienstverlener die wij kunnen van A tot Z eigenlijk de zelfstandigen begeleiden en ook blijven begeleiden en samen met de zelfstandigen eigenlijk groeien. Nu, momenteel begeleiden wij ondertussen een 200.000-tal uh, zelfstandige ondernemers. Um, dus Dat is toch wel best een, een aanzienlijk cijfer, lijkt mij. De is eigenlijk over heel België een beetje uh, verspreid. Um, we hebben al vele kantoren en we zijn ook altijd online bereikbaar. We hebben een hele goede website met heel veel informatie op. Um, ook onze blog, zeker een aanrader om uh, eens even te bekijken. Er staan heel veel nuttige artikelen op over het opstarten als zelfstandige, maar ook over het aanrekenen van tarieven. En dergelijke. Dus zeker wel de moeite waard om naar te gaan kijken. En dan onze grootste trots, zal ik zeggen, uh, onze Mailiantis, een beetje de ruggengraat van onze organisatie. Dat is ons online platform, onze digitale omgeving, waar we eigenlijk alles centraliseren van de zelfstandigen. Waar dat je als zelfstandig ook alles kan raadplegen. Um, je kan jouw sociale bijdrage daar raadplegen. Pens uh, pensioensparen bijvoorbeeld, je verzekering, gewaarborgd inkomen, de lonen van jouw werknemers. kan allemaal via Mailiantis um, geraadpleegd worden. Moeten er dingen zijn die aangepakt worden? We, moeten worden zoals bijvoorbeeld die bijdragen die verhoogd moeten worden kan ook allemaal via die online toepassing dus zeker heel handig ook documenten die dat er uh, fiscale attesten voor de belastingen bijvoorbeeld kunnen daar allemaal heel makkelijk uitgehaald worden dus dat is toch ook wel iets wat heel handig is en als partnerschap met uh, beroepsfotografen, stel nu dat je zegt van oké, okay, ik wil echt zelfstandig worden, ik zie het helemaal zitten. Kan je met ons contact opnemen, kunnen we alles in orde maken en je kan dus ook lid worden van de beroepsfotografen. Um, en wat ik zeker heel interessant vind, is als je lid wordt van de beroepsfotografen, ben je automatisch verzekerd tot een waarde van 2500 euro. Je bent verzekerd voor diefstal, waterschade, je hebt een vrijstelling tot... 20 euro. Dat krijg je er gewoon bij door ja, het lidmaatschap af te sluiten met de beroepsfotografen. Stel dat je zegt, ik wil een iets uitgebreidere verzekering. Kan ook. Um, je kan je laten verzekeren met een vrijstelling van 2500 euro. Dan ben je zelfs wereldwijd verzekerd. Dus als je daar meer informatie over wilt, kan je ook best uh, 10 december ons contacteren. Contact opnemen met Mieke van de beroepsfotografen. Uh, Moesten er zelf nog vragen zijn over het starten als zelfstandige uh, of, of over dingen die ik gezegd heb die dat je toch nog duidelijker wil zien? Ik ben zelf ook aanwezig op het online event 10 december. Daar kunnen alle vragen nog gesteld worden. Uh, ik wens jullie nog een hele fijne avond toe en alvast heel veel succes.